Jongens, er is weer wat gebeurd. Ik sta hier bij mijn tweede uitgang, de kleine uitgang van mijn kasteel. En er staan hier bordjes. Probeer een andere route. Deze is niet beschikbaar. Groetjes, Frederik. En daar in de verte helemaal, pas op niet betreden. Dan mag ik het niet betreden, maar ik mocht ook al de grot niet betreden voor heel lang. En ik zou niet Max heten als ik deze wel een keer zou betreden. Dus laten wij stiekem, zonder dat er mensen doorhebben. En ja, mensen, er is niemand zo te zien. Hallo, hallo. Laten wij stiekem even dit toch weghakken en snel terugplaatsen. Dat lijkt alsof er niks is gebeurd. En dan toch deze route volgen. Maar voordat wij dat gaan doen, bam! Dit is een gif. Je moet even abonneren. Doe je dat nou niet, dan ben je een loser. Ja, ik ben gewoon een loser. We gaan voor 3000 likes. Bij 3000 likes, dan eet ik een koekje in de volgende aflevering. Kijk, dat is nou een goede belofte. Oké, dus nu jullie allemaal geabonneerd en geliked hebben, dan kunnen we verder. Wat is hier gaande? Pas op, niet betreden. Wat is er dan? Hier staat toch een pad? Hallo? Oh, mijn neus, wat is dit? Wacht even hoor. Wat is dit? Huh? Waarom zit hier een soort... Ja, wat is het? Dan kan ik het noemen. Oh. Oh, ik weet al wat dit waarschijnlijk is, jongens. Oh mijn god, ja. Ja, ja, ik wist het. Daar heb je hem. Daar heb je Frederik met zijn raket. De Kaboom 3000. Oh, jongens. Frederik is met zijn raket weer bezig. Oh, mijn deze. Ik had laatst had ik die raket gevonden van. Die heette Kaboom 3000. Maar ik wist niet dat hij zo ver al ermee bezig was. Hij heeft een luik gebouwd ervoor. Oh, mijn deze. Die Frederik is bezig met zijn raket, jongens. Damn. Ik was natuurlijk zo druk met Julian en Jult en Max met de oorlog. Weet ik wat allemaal. Dat ik helemaal vergeten was dat dit ding hier stond. Die grote raket. Moet oppassen dat Frederik me niet ziet. Wat is hij aan het maken? Wat is dat? Een soort vuurbal? Oeh! Oké, er kwam een vuurbal omhoog. Oh, mijn deze stuurde een vuurbal omhoog. Jongens, ik wil weten wat hier gaande is. Nou, we gaan weg. Er kwam nog een vuurbal aan. Oh, mijn deze. Frederik, jongen, wat ben je allemaal aan het uitspoken? Gewoon bij mijn kasteel, hè? Ik heb hier nooit toestemming voor gegeven. Waar wil hij de Kaboom 3000 nou weer voor gebruiken? Oké, jongens, laten wij gewoon stiekem het huis ingaan van Frederik. En ik weet dat Frederik beneden is. Dus dat is wel gevaarlijk om nu naar beneden te gaan. Dus wacht even, hoor, ik heb een idee. Laten we wachten tot het nacht is. Misschien dat Frederik dan naar bed gaat. Wie weet, geen idee. Als ik dan de nacht niet ga skippen door mijn bedje. Misschien dat hij dan gewoon zijn bed in gaat liggen of zo. En dan kan ik het lab even gaan bespioneren. Want ik wil nou weten wat hij met die raket gaat doen. Misschien dat ik zelfs de raket kan saboteren of zo. Oeh, het ben ik weer slim. Nou, laten we even wachten tot het nacht is. 2 hours later. Oké, jongens, het is inmiddels nacht. Zolang ik niet in mijn bed ga liggen, wordt de nacht niet geskipt. Dus laten we heel voorzichtig... Oh, de deur is wel dicht. Dat is wel eng. Dat maakt wel geluid. Hatsjoe! Niet dat dat zou helpen, maar... Oké, laten we naar binnen gaan. Laten we even spieken of Frederik in zijn bed ligt. Ik hoop het, want dan kunnen we snel stiekem dat lab in. En... Oh, ja, daar ligt hij. Oké, dat is Frederik, jongens. Hij ligt te slapen. Laten we stiekem nu dat lab van hem ingaan. Dat zit hier als het goed is. Als ik dan zo doe... Oh, wat blijft dat een enge val om naar beneden te gaan. Maar we zijn er. We zijn in het lab beland, jongens. Oh, die beesten die zijn wel weer ontsnapt. Maar welkom... In het lab van Frederik. Jullie hebben het inmiddels al een paar keer gezien. Of als je nieuw bent nog niet. Maar hè, dit is het lab van Frederik. Behoorlijk eng. Laten we even kijken of het enige updates zijn. Hier, dat sowieso. Mogelijke projecten heb je Max en Justin nog steeds. Dus hij heeft daar niet aan gewerkt. Berendina en Berend hier. Ik denk dat ik die maar een keertje moet gaan redden. Want ja, Berend, ik weet het. Alleen, ik weet dat je me hoort. Ik weet dat jij erin zit, Berend. Ik weet dat je erin zit. Levers helpen niet. Dat werkt helemaal niks mee. Voor de rest... Oh. Oh, maar nee. 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 Frederik is er. Oh, ik dacht al dat ik wat hoorde. Ik dacht al dat ik wat hoorde. Oh, hij kilt dat beest gewoon, jongens. Hij vermoordt letterlijk dat beest. Oh, oh, oh. Oh, mijn neus. Oh, mijn neus. Nee, 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 nee. Oh, nee, nee, nee. Ga weg, Frederik. Ga weg. Wat doet hij? Hij maakt hem onzichtbaar. Waarom? Waarom maakte hij hem onzichtbaar? Oh, ik wil hier weg. Ik wil hier weg. Oh, jongens. Ja, maar ik wil weg. Maar ik wil daar ook heen. En daar is hij nu. Oké, wacht. Ik heb een idee. Ik ga daar. Hoe kom ik daar nou? Wat is dit? Niks. Nee, hoezo niks? Oh, mijn deze. Hoe zag hij me niet? Hoe zag hij me niet? Ga weg, Frederik. Oké, hij is daar. Wat is dit hier beneden? Oh, mijn god. Dit is een trap naar beneden. Hier gaan we in. Hier gaan we in. Hier gaan we in. Oh. Oh, oké, jongens. Ik weet niet waar ik naartoe gevlucht ben. Maar oh my, deze is een nieuw gedeelte. Dit gedeelte ken ik nog niet van het laboratorium. Wat is... No way. Teletubinator 26.000.
Wat is dit? De Teletubinator. Oh, mijn god, maar dat is Po's hoofd. Jongens, dat is Po's hoofd. Oh, my days. Wat is dit voor ruimte? Waarom zie ik Po's hoofd? No way. No way. Is dit... No, dat kan niet. Is dit Julian? Is dit Po? Huh? Maar ik had zijn hoofd op een stokje gezet boven. Oh, maar zodra ik boven kom, zo meteen. Het eerste wat ik ga doen, is checken of dat hoofd nog steeds op een stokje staat. Nee, ik heb hem vermoord. Ik ga... Hij mag niet terugkomen, die Julian. Die Po, die Ultimax. Wauw. Wauw. Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik zeg, wauw. Van... Wat is dit, hè? Wat gebeurt hier in een watertank? Oh, mijn deze jongens, ik moet echt naar boven. Ik moet hier echt weg. Hier kan ik echt niet nog langer blijven. Dat is echt niet de beste keuze. Oh, mijn deze. Nee. Het luik ging open. Oh, het luik ging open. Oh, mijn deze. Ja. Wat stond dit? Oké. Hij moet daar blijven staan. Oh, ik wil weg hier, ik wil weg, ik hou het luik open, we gaan naar boven. Oh, wacht, trouwens, ik moet nog snel hierheen. Oh, wat is er met die raket gaande? Wat is er met... Ik kon er doorheen, maar ik kon niet door de lava. Oh, mijn god, oké, hier is verder niet zoveel veranderd, jongens. Behalve dan het feit dat er ineens een luik is hierboven. Oftewel, hij is waarschijnlijk van plan om deze raket snel uit die weg te laten vliegen. En waar gaat hij op mikken? Wilt hij mijn koninkrijk vermoorden, helemaal uitroeien? Wilt hij iets anders doen? Wat wilt hij met Julian? Wat wilt hij met Berend en Berendien? Ik heb zoveel vragen. We gaan hem gewoon confronteren binnenkort. Of ik ga kijken hoe ik dit kan fixen. Laten we in ieder geval snel weer naar boven gaan. Weg hier. Oké, jongens, ik ben blij dat ik daar snel weg ben gegaan. De nacht is inmiddels ook al bijna voorbij. Dus dat is op zich wel chill. Jemig, hè? Ik weet niet wat ik ervan moet vinden. Ik weet wel wat ik ervan moet vinden. Dat is dat ik snel daar ga kijken of het hoofd van Po inderdaad weg is. Want jullie weten, die heb ik op een stokje geplaatst bij de ingang. Als waarschuwing voor anderen. Oh mijn god, nee, hij is echt weg. Hij is echt weg, jongens. Het hoofd van Po. Het hoofd van Julian. Van koning Yultimax. Nee. Oh, hij is weg. Frederik, jongen, wat ben je van plan? Wat is hij van plan? Ik weet het niet. Ik weet het echt niet. Laat even weten in de reacties, jongens. Als jij weet wat er gaande is. Ik heb namelijk op... wie is aan het slapen? Oh, Anne is online. Ik niet eens door al die tijd. Kom even met jouw theorie in de reacties. Met hoe jij denkt dat dit allemaal... Wat Frederik van plan is met Julian. Ik zou namelijk niet weten wat hij van plan zou zijn. Laat even de grot een beetje weer netjes openhakken. Oh, jongens. Mijn durability van mijn pickaxe is 1. Die is 1 waard. Oh. Oeh, ik denk als ik nog 1 blokje had gehakt, dat hij dan gewoon... Dat hij dan klaar was. Oh, maar deze ben ik blij dat ik het zie. Maar wat ik wil zeggen, dus laat alsjeblieft je theorie weten. En like even de video, hè. Maar vooral je theorie laten weten in de reacties. Maar, ik zie hier een nieuw winkeltje. Tools laten opladen. Laat je boekje achter met info. Prijs verschilt. Laat achter welke tools je op wil laden. Weet je wat? Dit is volgens mij het winkeltje van René. Die heeft een nieuw winkeltje gemaakt. Ze zijn inmiddels allemaal teruggekeerd hier. En hier zijn boekjes. 1, 2. Of namelijk 1 boekje achterlaten. Want, ik wil even wat dingen opladen. Dus ik mijn ender chest erbij pak. Zo, ik wil die helemaal vol hebben. Ik wil mijn axe helemaal vol. Ik wil die pickaxe helemaal vol. Laten we de shovel ook maar doen. En dan mijn elytra. Nou, dat hoeft niet zozeer. Die gaat vanzelf wel. Laten we een boekje erbij schrijven. Dag Rinsel. Ik wil graag deze 4 items helemaal vol hebben. Prijs mag je zelf bepalen. XXXXX. En groetjes. Makkoes. Zijn reparatie. Is het reparatie of reparatie? Hé, wat ben ik ook stom. Reparatie. Zijn en close. Doen we hier, doen we hem in. Zo. Doen we die erbij. Zo. Deze erbij. En het boekje doen we dan hier zo. Nou, hoppa. Dan hebben we deze gaan we laten repareren. Oh. Alleen, wacht even hoor. Ik moet nog 1 keer met... Ik ben alleen bang dat ik deze niet meer kan hakken. Want ik heb geen... Mijn shock touch, zeg maar. Die heeft nog maar 1 durability. Dus ik denk dat ik mijn energy hier moet laten staan tot die tijd. Heb ik trouwens al nieuwe... ik heb al nieuwe diamonds verdiend. Nou, ik krijg nou wat. Hoppakee. Nou, René, ik hoop dat je snel even mijn tools gaat maken. Want ik kan er gewoon echt niet meer mee verder op het moment. Laat ik even wat tijdelijke tools halen. Waarmee ik dan gewoon even kan hakken. Bijvoorbeeld een diamond zwaard. Van alles even wat diamonds als reserve items pakken. En dan hopen dat mijn tools snel terugkomen. Helemaal gerepareerd en helemaal vol. Wat een goed nieuw winkeltje van René. Omdat René, wat is dit nou weer? Huh? Waarom staan er altijd overal kisten? Factuur bij Beterbals. Oh jee. Aan Makkers van Plakkers, a.k.a. Lijken Walnut, de Kingdom Content. De Kingdom Content. Betreft factuur bouw ongebruikte headquarters. De Kingdom. Oké, jongens, even voor jullie backstory. Tijdens de oorlog tegen Julian had ik contact met Nathan. En hij zou een soort basis maken waar we konden schuilen. Die had hij helemaal gemaakt. Helemaal lijp, helemaal vol met coole dingen en zo.
Echter heb ik die niet gebruikt. Wacht, ik vlieg er wel even heen. Alright, dan zijn we aangekomen in de basis van Nathan. En het is dat grote gebouw daar waar hij toen destijds mijn gestolen spullen had opgeslagen. Het stinkt, Nathan, dat het was. En daar had hij toen een soort, ja, hoofdkantoor, basis van gemaakt waar wij konden schuilen wanneer nodig. En als ik hier nou ook naar binnen loop, kijk, er zat ook echt een geheime ingang. Volgens mij was het een van deze buttons hier. Ja, hier, kijk, kijk, zie je? Met een grote geheime deur, als ik die dus opende, zou het echt zo gaan. Nou, hier hadden we perfect kunnen schuilen, want er stond echt van alles. Er stond een mega map van Kingdom Content. Met alles wat we nodig hadden. Allemaal stoelen waar we konden zitten om te overleggen. Dus bunkbeds waar we zouden kunnen slapen met z'n allen. Zelfs hier even een wastafeltje waar we lekker konden wassen. Genoeg kisten. Nou, trouwens, dat zijn wel weinig kisten. Allemaal dure armor setjes voor René, Bram, voor mij, voor Floor, voor Justin en Anne. Allemaal armor setjes. Nog meer zelfs. Een mega tank was er zelfs gebouwd. Alleen ja, we hebben het niet gebruikt. Dus vandaar de factuur. De world map kost 5 diamonds. De slide door de geheime deur kost 2 diamonds. De secret exit. Waar is de secret exit? Ik wist niet eens dat die er zat. Sowieso hier bij de ladders of zo. Niet eens. Ik zou niet weten waar de secret exits er zijn. Maar het kost me wel 1 diamond. 16 bedden kost 3 diamonds. A1 beterbals gevechtsteen 10 diamonds. Dat is die grote tank die hier staat. Riolering badkamer kostte 2 diamonds. De badkamer zelf 1. 2 katanas uit 15-3. Ja, trouwens, jongens. Kijk, Nathan, die had ook nog 2 katanas hier neergezet. Kijk hoe lijp dit eruit ziet. Deze katana en deze katana hier. Ik vind vooral deze katana heel lijp. Maar dat zijn 2 katanas uit 15 hier. Die kosten 34 diamonds. 14 keer full diamond armor set zijn 70 diamonds. 4 keer full diamond tools. Wacht, zitten er ook tools bij? Oh, maar deze zaten ook tools tussen. Hij had het zo goed voorbereid, die Nathan. En is het ook... Wat is trouwens? Wat is met Justus' armor aan de hand? 1 keer Justus' armor set kost 1 ijzer. What the fuck? Arbeidskosten 15 diamonds. Annuleringskosten na de standaardweek van tevoren 30 diamonds. Elektriciteitskosten 2 diamonds. Een subtotaal van 187 diamonds en 1 ijzer. Oh, betaling moet voor 24-6 gedaan worden. Dus heb ik nog 9 dagen. Oh, hij moet hier achtergelaten worden in deze hangar. Per dag te laat wordt er een extra 5 diamonds in rekening gebracht. In geval dat ik het niet doe, kan ik het ook compenseren met een shout-out naar het kanaal Beterbals. Dat kan ook altijd nog. Wij hopen u hiermee genoeg te hebben geïnformeerd. Met vriendelijke groet. Legal team. Censored by him. Advocaten van Koning Nathan. Via het Content Veense Rechtshof. Zie artikel 7.9 Content Veense Wetboek. Artikel 9.3 Content Veense Wetboek. Oh, wat stom. Oh, wat ontzettend stom. Nathan, het spijt me. Jongens, wat moet ik doen? Help me even. Moet ik een ding eens achterlaten? Kijk, zo duurt het ding weer dicht. Moet ik daadwerkelijk een betaling achterlaten van 187 diamonds in 1 ijzer? Ik zou niet eens weten of ik dat zou hebben. Of zeggen jullie van, nee, betaal hem niet. En hoop op het beste. Laat het even weten in de reacties. Ik ben wel heel benieuwd wat jullie voor tippen mij geven hier. Oh my days. Nou, we gaan er snel weer uit. We doen de geheime deur hier weer dicht. Als het goed is deze button. Nee, dat is deze button trouwens, die hier. En hoppa. Zo, nou laten we maar weer snel terug naar huis gaan. Hey, kat, hallo, terugkom hier. Niet rennen. Nog een kat, hallo. Sorry jongens, sorry. Nou, daar zijn we weer teruggekeerd in ons eigen koninkrijk. Ik mis het hoofdje van Julian hier enorm, maar we weten waar hij is. En we moeten echt iets gaan doen aan die raket. Ik ben zo benieuwd wat hij daarmee van plan is. Wat hij op wil gaan blazen of zo. Alright jongens, maar laten we weer overgaan tot de orde van de dag. En dat is natuurlijk gewoon weer lekker bouwen. Want we gaan iets nieuws toevoegen. Ik ben een aantal afleveringen heel lang in mijn kasteel bezig geweest. Dus ik dacht, het is weer even tijd om lekker de buitenlucht in te gaan. En even mijn handen vies te maken in de... Ja, weet ik veel. In de, weet ik, vies maken. Ik heb stompjes in Minecraft. Dat zijn mijn vingers! Maar wat ik bedoel te zeggen is dat ik van plan ben dit plein een keertje helemaal af te maken. Helemaal gezellig te maken. Boompies, kraampjes, weet ik veel wat allemaal. En hierboven ook bij de bank hier. Want de bank is inmiddels van Maurits. Het is Mauritse bank geworden. En dat daar die randjes goed te maken. En dat daar allemaal even te doen. Het is gewoon tijd om het even af te maken hier. En dat gaan we niet zomaar doen. Dat wil ik niet bouwend gaan doen en het gaan vertellen hoe ik het allemaal aan het bouwen ben. Nee. Je hoort het al aan de muziek. Dat gaan we doen met een mooie timelapse. Dus veel plezier met het kijken. Abonneer even, like even. En bij deze, de timelapse.
jongens. Daar zijn we weer. En we zijn klaar met het plein. Althans, ik denk dat we er klaar mee zijn. Ik weet het niet zeker. Ik zit nog te twijfelen. Ik zou dit ook allemaal doen en daarboven, jongens. Maar ik heb helaas gewoon niet zoveel tijd. Ik bedoel, het is nu woensdag dat ik dit opneem. En deze video komt als goed is zaterdag online. Ik moet voor het heel het weekend vooruitwerken. Dus het spijt. Maar goed, jongens, ik ben blij met hoe het eruit ziet. Ik wil de vlaggen misschien nog een beetje aanpassen. Ik twijfel misschien ooit nog een keer van alle iron bars misschien houten hekjes te maken of zo. Maar op zich vind ik hoe het er nu uitziet, zit er wel, ja, ik ben er wel blij mee. Volgende aflevering ga ik wel gewoon dat gedeelte en dat hier beneden maken. Maar ja, dat zeg ik, als ik dat nu nog wil gaan doen, dan red ik het niet. Laten we even kijken of we in de tussentijd, want we zijn al een dag verder, dat is het hele ding, sinds dat ik dit gedaan heb. Het is inmiddels morgen. Maar laat ik even kijken of René hier al is begonnen met mijn tools. Oh, ja! De reparatie, mijn tools zijn weg, ze is begonnen. Woehoehoe. Dus krijg ik binnenkort mijn tools eindelijk terug. Laat ik het hout even bijvullen. Dat is wel zo netjes. En zo, ik ga misschien nog wel iets verkopen. Ik heb wel een leuk idee om nog iets te verkopen. Ik ga ook gewoon glas verkopen. We beginnen met 3 stacks om het te testen. Hier, dan halen we deze weg. Makkersijn houttent. Daar plaatsen we dan ook nog. Oh nee, trouwens, dat hoeft niet. Makkersijn tent. Want het ding is, ik ga het gewoon voor dezelfde prijs verkopen. Hier, plaatsen we dit kistje, plaatsen we hierop zo. Vind ik wel leuk. Een item frame er tegenaan met daarop glas, zo. En dan douwen we deze. Ja, er miste misschien 1 glas hier, maar dat is niet zo erg. Maar het kost ook 1 stack voor 1 diamond. En dan vullen we hier even het hout aan, dat mensen gewoon weer lekker shit kunnen kopen. Zo. Attentie, hij is geüpdate. En jongens, ik zat eraan te denken, hè. Willy, die woont nu even bij Jason de Meester. Maar ja, dat vind ik ook zo stom dat hij helemaal daar moet wonen. Wat nou als we een keer een huisje hier bouwen, bijvoorbeeld, voor Willy? Ik weet dat Willy normaal de dorpsgek is, maar Willy verdient ook gewoon een huisje. Dus laat even in de reacties weten of jullie willen dat ik hier een leuk huisje voor Willy bouw. Of hierboven misschien. Kijk, hier is ook natuurlijk nog ruimte. Hier is inmiddels geen ruimte meer. En hier moet ik ook nog steeds een soort ingang maken naar mijn kasteel toe. Want je komt hier natuurlijk in de troonkamer uit. Of ik moet dit dichtmaken en accepteer maar gewoon dat dit een klein pleintje is of zo. Ik kijk wel even wat ik ermee doe. In ieder geval, ik heb hier ruimte genoeg voor 2 huisjes. Eentje voor Willy, eentje voor weet ik wat, gewoon voor de sier. Hier beneden is volgens mij, oh nee, hier is geen ruimte meer. Maar volgens mij zijn dit de laatste 2 plekjes om ruimte voor huisjes te maken. Ik bedoel, hier is nog de begraafplaats die ik moet maken natuurlijk. Er moet nog ruimte komen voor dat. Verder, ja, hier is niet echt ruimte voor een huisje. Dit is misschien een tuintje hier. Hier zou nog een huisje kunnen. Ja, ik denk dat ik hier ook nog een huisje ga maken. Misschien een beetje een gekke plek. Maar dat ik het dan vanaf hier zo, hoppakee, hoppakee, een beetje vierkant maken en dan tot hier. Dan heb je een huisje die heel dicht tegen dit huisje aanstaat. Maar het is wel mooi, de ruimte voor een huisje. Dus misschien nog 3 ruimtetjes hebben we. En anders moeten we gaan uitbreiden, hè, jongens. Dan moet het kasteel groter worden. Moeten we muren slopen waar we willen. Ik denk dat dat dan daar zou zijn. Als ik een muur zou slopen, zou dat denk ik aan deze kant hier ergens zijn. Dat ik dan bewijs van hier de muur doorbreek of zo. Maar dat kan dus niet door dat feit dat Frederik hier gewoon de Kaboom 3000 heeft staan. Oftewel die stinkraket van hem. En ik ben benieuwd waar hij die heen wil gaan schieten. Wat hij ermee wil doen. Oh, en hier is nog ruimte voor iets. Misschien een ondergrondshuisje of zo hier. Dit is sowieso nog een mooie plek. Dat je het pad hier gewoon verlengt helemaal. Als je nog een kraampje tegen de muur aan maakt, dan kan je daar ook nog wat maken. Maar goed, jongens, zoals ik al eerder zei, heb ik vandaag helaas heel weinig tijd. Ik hoop dat de video lekker lang is. Ik probeer altijd mijn best te doen ervoor, maar soms heb ik gewoon de tijd niet voor, helaas. Erg stom, ik weet het. Zal ik wel even kijken deze video? Ik hoop dat jullie hem leuk vonden. Kijk nu lekker deze video, want dit is het vorige Content Veen deel. Heb je hem nou gemist, dan moet je hem vooral gewoon eventjes echt lekker kijken, want dan ben je weer helemaal up-to-date. En dan nu, spreek later, glaasje, hartelt, 4 tot 6 minuten.